Telecommunicatie is helemaal niet meer weg te denken. Vandaag praten we met Janice Asraf. Zij is de manager Corporate Communication van Telesuur. En we gaan het hebben over het belang van telecommunicatie in verband met Telecommunicatiedag. En wat het bedrijf doet, Telesuur dus, om invulling te geven hieraan. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Janice Asraf, u bent de manager van Corporate Communication bij Telesuur. Geweldig natuurlijk dat we een vrouw hebben op deze functie of in deze functie. In verband met Wereldtelecommunicatiedag die we morgen of ja vandaag vieren, praten we dus met u over waar uw carrière gestart is en eigenlijk hoe deze hele branche in elkaar zit. Dus voordat we gaan praten over wat die functie inhoudt, wil ik graag weten waar is uw carrière gestart in de telecommunicatiewereld? Mijn carrière in de telecommunicatiewereld is gestart in 2009, toen ik als accountmanager binnenkwam bij Telesuur. En het was voor mij een hele nieuwe ervaring, een hele nieuwe industrie. Dus ik heb heel veel moeten leren over technologie, over telecommunicatie. Maar het was een hele aangename uitdaging, om twee redenen. Het feit dat technologie zoveel verandert en er steeds nieuwe dingen zijn, dat is zo interessant. Maar ook om als vrouw binnen te komen in een industrie die eigenlijk overheerst werd door mannen, wordt door mannen. En dat ik als vrouw daar binnen kon komen en mijn plekje kon vinden, dat was een hele goede ervaring. U gaf aan, u kwam binnen, het is een nieuwe ervaring, er is zoveel waarmee je rekening moet houden. Hoe zag dat traject voor u eruit? Het is een traject, wanneer je binnenkomt in de organisatie, is het om na te gaan. Hoe zit die organisatie in elkaar en hoe kan jij daar een bijdrage aan leveren? En het is je openstellen voor anderen, voor de meningen van anderen. Het is je openstellen om te leren, want je weet niet alles, je weet nooit alles. En gewoon luisteren naar wat anderen te vertellen hebben en hun feedback meenemen. Oké, het is inderdaad een industrie die zo vaak verandert. Heeft u nog wat opgemerkt waarbij je zoiets hebt van, hierop moet je zeker letten wanneer je deze wereld instapt? Ja, zeker. Als je deze wereld instapt, er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen, er zijn zoveel nieuwe beroepen, dus er zijn zoveel nieuwe kansen. Dat maakt het heel interessant. En ook de rol die telecommunicatie heeft in de ontwikkeling in de wereld zelf. Om armoede te bestrijden, om vrouwen een betere positie te geven. Er is zoveel waarop je kan focussen. Voor nu zijn er heel veel ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Dat is ook heel interessant. En daar zijn er zoveel possibilities en opportunities voor. Dus verdiep je daarin. De nieuwe ontwikkelingen van chatbots, ChatGPT en dergelijke. Dat is ook heel leuk om na te gaan. Hoe kan ik al deze nieuwe technologieën toepassen? Er is heel veel. Ja, als u het zo zegt, dan is het inderdaad. Je merkt dat er inderdaad eindeloos gewoon opties zijn. Maar als u een beschrijving zou moeten geven, een definitie van telecommunicatie, hoe zou u dat beschrijven? Telecommunicatie is in feite. We hebben communicatie nodig als mensen. Maar niet altijd ben je op een plek waar je direct met iemand kan communiceren. Meestal zitten we ver van elkaar op afstand. Ook als ik kijk naar bedrijven, die hebben branches op verschillende locaties, heel ver van elkaar. En je moet soms direct in real time met elkaar kunnen afstemmen. Je moet informatie kunnen uitwisselen, je moet data kunnen uitwisselen. En daar heb je telecommunicatie sowieso voor nodig. Dus communicatie op lange afstanden. En daarom is het heel cruciaal voor de ontwikkeling van een land. Ja. U zit in een bedrijf, Telesuur is eigenlijk de grootste telecommunicatiebedrijf in Suriname. Hoe probeert u vanuit uw positie als manager, Corporate.com, invulling te geven aan het eigenlijk die bewustwording te creëren? Het is er al, maar weet u dat u invulling geeft in de telecommunicatiewereld? In feite, wat we nu aan het doen zijn. In feite wat we nu aan het doen zijn is vrouwen bewuster maken van de mogelijkheden binnen de telecommunicatiesector. En om de gemeenschap
te informeren over de zaken waarmee Telesuur bezig is. Telesuur is in een transformatieproces om de digitale service provider te worden van Suriname. We willen niet alleen een leider zijn op de telecommunicatie, maar we willen ook de digitale autoriteit zijn van Suriname. En daarom zijn we intern ook met een change-proces gestart, waarbij we heel wat zaken intern ook aan het doen zijn om zoveel als mogelijk digitaal te gaan werken. Weinig papier te gaan gebruiken, omdat wij ook steeds meer rekening willen houden met het milieu. We hebben ons gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals. Dat wil zeggen dat we dan, als we zeggen dat we ons committeren daaraan, dan moeten we ook, we need to put our money where our mouth is. Dus dat wil zeggen dat we dan letten op plastic gebruik. Dat wil zeggen dat we minder papier gaan gebruiken en we gaan onze klanten ook meenemen in dat traject om hun bijdrage te leveren dat we in Suriname minder papier gaan verbruiken. Minder plastic gaan en beter met plastic afval omgaan. En onze klanten, we voelen die warmte van onze klanten, dus die gaan ons supporten in dat traject. Dat is inderdaad heel mooi gezegd. Eigenlijk is het natuurlijk wat u zei, jullie hebben jullie gecommitteerd aan de SDGs, dus een stukje bijdrage eraan leveren gebeurt eigenlijk ook op zo'n manier. Ja. Hoe moeilijk is het eigenlijk om deze transitie te ondergaan? Want ik neem aan dat je op elk gebied eigenlijk die paperless gaat moeten toepassen. Klopt, ja. Kijk, verandering is niet een makkelijk proces. Het is een proces waarbij er soms onduidelijkheden zijn. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Maar door uitleggen, door mensen de ruimte te geven om vragen te stellen, dan kom je gezamenlijk wel op het punt waar iedereen mee kan. Yes. Oké, als we kijken naar de telecommunicatiewereld en vanaf uw aantreden als manager, hoe heeft Telesuur zich zodanig geprobeerd te profileren waarbij het verschil nog uitgemaakt wordt door het bedrijf? Ja, kijk, de technieken, die zijn overal available. Laten we elkaar niet voor de gek houden, de technieken zijn er. Maar waar wij ons op willen gaan focussen en waar we steeds meer die inspanningen voor doen, is om de service te gaan verbeteren. Wij willen er echt zijn voor onze klanten en luisteren naar wat hun behoeften zijn. Daarom hebben we ook zijn we in 2017 ook gestart met het glasvezelproject, dat we TNBP genoemd hebben toen. Om het verouderd netwerk dat we hadden, dat die verhoogde aanvraag aan internet gewoon niet meer aan kon, omdat het een telefonienetwerk was. We zijn gestart om dat netwerk te vervangen. Het heeft 2 jaar om en bij geduurd om dat glasvezelnetwerk uit te kunnen rollen. Zodat we nu in staat zijn om de hogere bandbreedtes te leveren. Zijn we al waar we willen zijn? Nee, omdat het een ongoing proces is. De behoefte verandert supersnel trouwens. Technologie verandert supersnel, de behoefte verandert supersnel. Maar wij proberen dan steeds in te spelen op de toenemende vraag, de kwaliteitseisen die men wil. We zijn nu in nieuwe wijken bezig. We zijn nu wat we noemen het glasvezelproject FTTH fase 3. Waar we in de districten nieuwe klanten hebben kunnen aansluiten. Dus daar gaan we ook de komende periode over communiceren. En de mensen op de hoogte stellen. Welke gebieden intussen erbij zijn gekomen. Die nu ook van internet zijn voorzien. Oude gebieden waar de verbindingen, waar het kabelnetwerk het gewoon niet meer aan kan. Daar zijn we ook bezig met upgrading. We zijn modems aan het verwisselen voor mensen. Maar dat kost allemaal heel veel geld. En daarvoor moet er materiaal geïmporteerd worden. Daar hebben we valuta voor nodig. Dat kost enorm veel geld. Maar het is een investering die we willen plegen, omdat we die telecom nodig hebben voor de ontwikkeling van dit land. Dat is inderdaad zo. Wanneer ik zo naar u luister, u beheerst helemaal hetgeen u doet. Dat zal ik wel eerlijk zeggen. Dus inderdaad, die hele functie. Ja, precies dat. Dat merk ik gewoon. Maar ja. U bent corporate manager corporate communication. Wat houdt die functie eigenlijk in? Ja, corporate communication is eigenlijk dat wij zowel de interne als de externe stakeholders van informatie voorzien. Dat we wanneer het gaat om wie we zijn als Telesuur, wat we doen als Telesuur, dat wij ervoor zorgen dat die gemeenschap die informatie krijgt.
projecten waar we werken, als er werkzaamheden zijn, dat we de mensen informeren van hier gaan werkzaamheden zijn, be aware. Dus dat zijn de zaken die wij doen. We doen ook heel wat sociaal werk van Telesuur, dat bekijken wij ook, omdat wij deel zijn van die samenleving. Dus wij kijken ook waar wij een bijdrage kunnen leveren. En dan kijken we bijvoorbeeld in de gezondheidssector, waar wij ook ziekenhuizen tegemoetkomen. En educatie is voor ons ook belangrijk. Daar zetten we ook de nodige aandacht in. En wat u ook gezien heeft, ook in de sportwereld, topprestatie, daar is waar wij ons ook aan willen committeren. Mensen die het goed doen, mensen die ervoor gaan, dat is waar Telesuur ook achter staat. Dus dat is het, wat wij hier doen. Dat is inderdaad te merken terug. Als ik, vooral op jullie Facebookpage, als je dan terug gaat kijken, dat is totally terug te merken. U gaf aan sociale projecten. Als we moeten kijken in de name of telecommunicatie. Als u terug moet reflecteren op enkele projecten die gedaan zijn de afgelopen periode, zou u zeg maar drie uitschieters of uitblinkers kunnen noemen? We hebben heel veel gedaan de afgelopen periode. Dus dat is een beetje een uitdaging. Ik zou het even moeten checken hoor, de afgelopen periode. Een opvallend project was bijvoorbeeld die Girls in ICT Day. Dat heeft, is ook gelinkt met telecommunicatie. Zeker, ja, dat is Girls in ICT Day hebben we gedaan. En dat doen we ook jaarlijks. Ja. Hè? Dat we in het kader van Girls in ICT Day iets organiseren om de aandacht te vragen voor de rol die vrouwen hebben in deze industrie. Er is heel veel ruimte nog voor vrouwen om hun positie in te nemen. En dat willen we steeds stimuleren. Dus daarom dat we dit jaar ook een class hebben georganiseerd, een workshop voor jongeren, voor meisjes, om ze eigenlijk in een vroeg stadium al aware te maken van, hé, daar zijn ook opties. Ja. Precies. U gaf aan, er is ruimte voor dames en u willen ook werken aan het verbeteren eigenlijk daarvan. Vandaar dat Telesuur ook een sponsor is van de ICT Association in Suriname. Wat kan sowieso veranderd worden in de telecommunicatiewereld? Daar kunnen een aantal zaken veranderd worden. We kunnen als vrouwen er zelf voor zorgen dat wij die beroepen gaan invullen. En dat wil zeggen dat wij dit soort studies, dat wij ons opgeven voor dit soort studies, dat wij gaan studeren ICT-gerelateerde vakken. Ze zijn heel interessant, ze zijn helemaal niet eng. En ik ken heel wat vrouwen die dat juist leuk vinden en daarmee hun broodje verdienen. Dus wij als vrouwen kunnen zelf gaan kijken wat voor studies zijn er en de opportunities die er zijn, daar moeten wij zelf voor gaan. En wat doet Telesuur eraan om eigenlijk die telecommunicatiewereld van Suriname zeg maar te verbeteren of naar een hogere hoogte te tillen? Ja, daar zijn verschillende zaken. We hebben de e-Suriname-visie daarvoor ontwikkeld. Dus het is niet alleen kijken naar ons pakje aan, maar gewoon wie zijn wij binnen die gemeenschap in Suriname. Wie willen we zijn? Wij willen een facilitator zijn. Wij willen ervoor zorgen dat die gemeenschap die digitale transformatie en digitale ontwikkeling kan ervaren. En dus daarom hebben wij voor onszelf gesteld dat wij in Suriname mensen de mogelijkheid willen geven om zelf e-services te gaan implementeren. Ja, e-services, wat is dat? Dat wil zeggen gebruik maken van digitale diensten. En dan noem ik maar een voorbeeld e-health. Dus dat er via internet medische diensten kunnen worden verleend. E-payments, dat je niet overal met geld in een zakje hoeft te gaan om te betalen, maar dat je online betalingen kan doen. Het maakt het leven makkelijker, want in plaats van uit te rijden om naar ergens te gaan, om fysiek te gaan betalen, heb je in een paar minuten een betaling verricht en je kan je tijd besteden aan iets anders. Ja. Die ontwikkeling is mogelijk hier. We zien het, we hebben heel wat initiatieven gezien van een heleboel entrepreneurs die het zelf proberen. En dat zijn zowel mannen als vrouwen, wat ik geweldig vind. En dat moeten we gewoon blijven stimuleren. Die mogelijkheden zijn er. Laten we kijken naar de oplossingen die er zijn.
En niet elkaar afkraken, maar gewoon kijken, wat kan ik doen? Hoe kan ik de anderen helpen? En hoe kunnen we samen vooruitkomen? Dat wat u net heeft aangehaald in je diensten, om het even zo te noemen, ja, is eigenlijk ook gewoon vriendelijker voor je portemonnee. Maar dan hoef je niet per se uit te rijden. Oké, ik moet naar de supermarkt om dit en dit. Ja, en ja, ja. Voor mensen zoals mij, online banking, ja, it's the way. Ja, ik snap het al helemaal. Ja. U heeft aangegeven, Telesur probeert eigenlijk zoveel als mogelijk eraan te doen om het leven iets makkelijker te maken. Door de diensten of de verbetering, yeah, van diensten. Maar denkt u dat we ready zijn als land voor deze hele digitale transformatie? Ja, ik denk dat we ready zijn. Omdat het gaat hierom. Het gaat om onze mindset. Wij bepalen of we ready zijn of niet. En ik denk dat we onszelf gewoon niet moeten achterhouden. Wij zijn de enige die onszelf kunnen stoppen. Niemand kan het voor ons doen. Dus als wij zeggen, wij willen het, dan gaan we ervoor. En dan zorgen we ervoor dat alles in place komt, dat het gaat. Wij moeten willen en dan zijn we ready. En daarvoor zijn we al ready, ja. We zijn ready om te zeggen van wij willen het doen. Dan moeten we er gewoon voor gaan. Klopt, alles begint inderdaad met je mindset. Ja. Valt en staat daarmee. Ja. U heeft aangegeven, entrepreneurs die ook bezig zijn met geweldige ideetjes. Echter ontbreekt het soms aan financiën bij de meeste van ze. Is er misschien aan een mogelijkheid gedacht door Telesur om die ondersteuning of misschien een samenwerking? Of hoe kan dat allemaal gaan? We hebben inderdaad met een aantal entrepreneurs samenwerkingen. Maar natuurlijk, Telesur is maar één bedrijf in een heel ecosysteem. Dus niet iedereen hoeft bij Telesur te komen. Er zijn ook andere bedrijven die geïnteresseerd zijn. Talk to them. Ga kijken wat de behoefte is. En sluit partnerships met anderen. Een heel mooi platform waar men gebruik van kan maken is de ICT-associatie. Telesur is ook lid van de ICT-associatie. Waar mensen uit de ICT-sector met elkaar in gesprek komen en brainstormen over wat de mogelijkheden zijn. Join en kijk welke partnerships je met elkaar kan vormen. Want het gaat ons land alleen maar ten goede komen. Ja. Er wordt jaarlijks ook aandacht besteed aan die telecommunicatie. Dat is eigenlijk ook waar we het over hebben. Hoe belangrijk vindt u dat er een dag wordt uitgetrokken waarop de aandacht daarop gefocust is? Wereldtelecommunicatiedag is er niet zomaar. Het is omdat het bijdraagt tot het realiseren van onze Sustainable Development Goals. Dat zijn doelstellingen die we hebben samengesteld als wereld. Om armoede te bestrijden, om die ontwikkeling te brengen in gemeenschappen. En dan is de Wereldtelecommunicatiedag daarin zo'n belangrijke factor. Omdat we daarmee aangeven en vieren de rol van telecommunicatie om dit soort zaken te kunnen realiseren. En dat we daar bewust van zijn. En het is niet alleen een taak van een telecombedrijf, maar van ons allemaal. Van oké, dat is er, telecombedrijf, dit, wat kunnen we doen om samen die doelstellingen te halen? Oké, Janice, ter afronding. In verband met Telecommunicatiedag, is er een boodschap die je wilt delen met de samenleving? Ja, zeker. In het kader van Wereldtelecommunicatiedag denk ik dat we ons allemaal steeds meer bewust moeten zijn van de rol van telecommunicatie in de wereld. Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend, maar het is ooit eens begonnen met een kabeltje tussen twee gebouwen. En men van de ene kant naar de andere kant met elkaar gesproken heeft. En vandaag kijk wat we allemaal hebben ontwikkeld. Telecommunicatie komt niet vanzelfsprekend. Het is geen wolkje dat plotseling maakt dat je kan bellen. Er komt heel veel bij kijken. Dat is iets wat we moeten realiseren. Het materiaal om deze dingen op te zetten, dat wordt niet in Suriname gefabriceerd. Dat komt uit het buitenland. En desondanks gaan wij als Telesur ervoor om die, inderdaad, die trusted digital service provider te zijn voor de gemeenschap. Dankjewel, Janice. Ik wens je heel veel succes toe. Eigenlijk ook gewoon met je werk. Volgens mij stroomt er geel bloed blauw door je lichaam. Yellow and blue, 100%. Helemaal. Nee, maar het is, ik vond het een geweldig interview. Dankjewel voor je tijd. Absoluut, you're welcome. Thank you.
Dat was het wat betreft het eerste deel. We spraken mevrouw Janice Asraf. En zij heeft het gehad over de vele mogelijkheden die er zijn in de telecommunicatiebranche. Maar het belangrijkste dat ze heeft meegegeven, het begint allemaal met je mindset. Dus we zijn eigenlijk al ready voor die digitale transformatie. Dat was het wat betreft het eerste deel. In het tweede deel gaat mijn collega Richelle verder met een nieuw onderdeel van In Gesprek Met. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée over het 3 jaar dat wij als Surinaams volk naar de stembus zijn geweest. Nogmaals, goedemiddag meneer Sharman. Het is straks 25 mei, 3 jaar geleden dat het volk van Suriname aan de stembus is geweest. Als u terugkijkt, wat zegt u van 3 jaren verkiezingen? Nou, het zijn 3 moeilijke jaren geweest met heel veel uitdagingen. Je weet dat een land is overgenomen waarvan de economie helemaal stuk was. Het was dus een bijzondere uitdaging voor de regering natuurlijk om zaken weer op rails te krijgen. Ik denk niet dat we ontevreden moeten zijn over de prestaties van de regering. In die zin van dat ze toch redelijke stappen vooruit hebben gemaakt. Ik denk dat we uit het diepste van het dal al eruit zijn en dat we langzaamaan het beter gaan hebben. Zeker met de laatste ontwikkelingen van de afgelopen weken, waarbij toch schuldherschikking is gekomen en iets meer financiële ademruimte is ontstaan voor de regering. Ik denk dat je dit zeker als een groot succes zou kunnen noemen, omdat dat erg nijpend was en nopend was. En verstikkend was voor de samenleving. Nu is die ademruimte gekomen, dus zal die regering meer financiële ruimte hebben voor diepte-investeringen in de samenleving. Jammer dat niet altijd alle bewindsvoerders, alle leiders altijd op één lijn waren. Ik weet dat de president altijd bezig is geweest met belangen van het land. En heeft overigens altijd gezegd, ik werk niet voor de volgende verkiezing, maar ik werk voor de volgende generatie. En ik hoopte alleen dat alle leiders zo zouden denken binnen de combinatie, binnen de groep in de top. Dat was helaas niet altijd zo. Dat is een minor die natuurlijk ook heeft verzorgd dat we in enige mate wat stagnatie hebben gehad in het boeken van successen. Maar als we nu kijken naar waar we staan, nogmaals ben ik niet ontevreden. We hebben natuurlijk zware tijden gehad, moeilijke maatregelen moeten treffen, die natuurlijk ook voor de samenleving heel erg pijnlijk was. Gelukkig heeft de regering ook gemeend om allerlei instrumenten te gebruiken om zeg maar, de meest kwetsbare groepen een handreiking te doen. U kent de sociaal programma's, u kent het sociaal vangnet, allerlei financiële tegemoetkomingen, maar ook materiële tegemoetkomingen naar groepen van mensen die het erg moeilijk hebben. Dus kortom, we kunnen niet zeggen dat het een 10 is, maar onvoldoende is het zeker niet. Ik denk dat we best tevreden mogen zijn over de prestaties tot nog toe. In de afgelopen weken hebben we, of ja, de afgelopen tijden hebben we veel al ervaren dat de samenleving het heel moeilijk heeft en dat ze dus smachten naar verandering. En veel al wordt er gezegd, de regering had niet zoveel tijd nodig. We spraken bijvoorbeeld van 90 dagen daarna, iets meer dan dat. Denkt u dat het volk het vertrouwen heeft verloren in deze regering nadat binnen de 90 dagen of de 200 dagen zaken niet worden gerealiseerd? Ja, laat me aangeven dat misschien waren de verwachtingen heel erg hoog. En misschien had ook de regering de situatie heel erg onderschat. En toen ze met de feiten op de neus werden gedrukt, zagen wat de werkelijkheid was van het land. En is de fase van verbetering veel meer op zich laten wachten. En terecht, iedereen wil het beter hebben, iedereen wil het anders hebben. En dat is menselijk, zo zit de mens in elkaar. Maar ik denk dat het ook begrijpelijk is voor heel veel mensen waarom de regering zou moeten overgaan tot zoveel maatregelen. We hebben in de afgelopen jaren, voordat deze regering aantrad, eigenlijk een soort schijnwelvaart gehad. En toen de schijn weg is gaan smelten, is de armoede zichtbaar geworden. En die armoede is niet van gisteren, het komt niet door meneer Santokhi. Die armoede komt omdat systematisch de economie vernietigd was. Systematisch was de samenleving een worst voor de neus voorgehouden. Systematisch waren we beloond met pakketjes en goederen en al dat soort dingen, waardoor we eigenlijk
niet die mindset hadden om te gaan werken om zelf vooruit te komen. En nu je een keer met beide benen op de grond staat vanaf 2020 met de komst van deze regering, lijkt het alsof deze regering je dupeert. Niks is minder waar. Deze regering heeft alleen die maatregelen moeten treffen om die economie gezond te maken. Die maatregelen moeten treffen die pijnlijk zijn geweest voor die samenleving. Maar aan de andere kant moet ik direct mijn dankbaarheid uiten aan de grote samenleving die de nodige flexibiliteit heeft getoond om door alle moeilijke perioden heen te komen. En ik denk dat nu er meer reden is om vertrouwen te hebben, meer reden is om te zeggen van de dag van morgen zal beter zijn dan de dag van vandaag of van gisteren. Nu met alle financiële ruimte, maar ook allerlei commissies zijn ingenomen om daadwerkelijk zaken aan te pakken en uit te voeren voor de grote samenleving. Je weet, we hebben niet zo lang geleden een begroting gehad waarin zo weinig geld was. Maar die beperkingen in het financiële liggen ook van het feit dat je een relatie bent aangegaan, had moeten aangaan, je had geen andere keus met IMF. En dat vraagt dat er allerlei maatregelen getroffen moeten worden om de economie gezond te krijgen. Dus we weten, maatregelen zijn pijnlijk, kunnen altijd pijnlijk zijn, maar daartegenover staat dat je dan wel goede tijden tegemoet zal treden. U bent deel van de samenleving, ik ben volksvertegenwoordiger. Als u praat met mensen in de verschillende buurten, wat is de grootste klacht binnen deze tijd? Ja, producten zijn duur. Mensen hebben het moeilijk om goederen te kopen voor zaken van elke dag, hè? Brood, melk, bla bla bla. En ik denk dat daar ook een stukje verantwoordelijkheid is weggelegd voor die regering, maar eigenlijk voor ons allemaal als burgers, om mee te helpen met die prijscontrole. Want het is toch gigantisch verkeerd dat twee supermarkten naast elkaar staan op nog geen 50 meter afstand en voor hetzelfde product twee verschillende prijzen hanteren. Dus iets is er mis met ons systeem van prijscontrole, maar niet alleen daar. Ik denk dat we die hele keten moeten gaan nagaan hoe dat een beetje in elkaar zit. Want ik heb eerder gesproken over corruptie bij invoeren van producten, onze douaniers met alle respect voor de goederen die in het systeem zijn. Maar daar begint het allemaal. Elke schakel, daar moet tjoeko waarschijnlijk betaald worden, moeten de lekkers betaald worden. En uiteindelijk zal de consument dat moeten terugbetalen, want het geld moet van ergens komen. Dus op die manier wordt die samenleving ook gedupeerd. Dat is één. Twee is, we hebben altijd geleerd om zaken te importeren en te consumeren. Ook daar is er werk aan de winkel om onszelf, ons allemaal, de grote samenleving te leren, om veel meer Surinaams onze eigen producten te gebruiken. We verkiezen een patat boven een cassave. Ik bedoel, dat is toch gigantisch verkeerd. Dus die importgedachte moet een beetje begeleid worden, gekanaliseerd worden, dat er minder dollar gespendeerd wordt naar het buitenland. En dit zijn allemaal zaken die grote uitdagingen zijn. Maar nogmaals, ik denk dat we langzaam aan de goede kant komen. Een vernietigende economie à la 2020 die we hadden aangetroffen, die herstel je niet in 2 jaar of 3 jaar of 4 jaar. Dat zal waarschijnlijk een hele termijn nodig zijn waarbij je grote stappen hebt gemaakt. En in een volgende termijn dat je dan het veel beter gaat doen. En we hebben gesproken over het herstellen van de economie. En het IMF-programma is dus een middel om dat te doen. Maar voor deze regering waren mensen tegen IMF. Dus nu komt deze regering en ze zeggen we gaan met IMF in zee. Ook deze regering was er geen voorstander van en de samenleving is dus niet happig daarover. Hoe spelen jullie als DNA erop in om de mensen te informeren over het belang van IMF voor onze economie? Okay, laat me aangeven dat voor de grote samenleving lijkt het, je gaat naar IMF, is het steeds hetzelfde. Het is niet steeds hetzelfde. En tijdens de regering Boutersen was gaan naar een IMF een keuze. En toen had IMF ook maar 1 randvoorwaarde, 1 prior action gesteld. Ga je EBS-subsidie afbouwen? En meneer Boutersen heeft gezegd, is goed, oké. Hij heeft 1 tranche van het geld genomen en hij durfde EBS niet aan te pakken. Tijdens de periode van meneer Santokhi aan het begin, is meneer Santokhi niet direct gerend naar IMF. Dat heeft een paar maanden geduurd en heeft probeert om eerst alle schulden op een rij te krijgen en te kijken hoe je een herschikking van schulden zou kunnen krijgen. En uiteindelijk, onze grootste schuld lag bij Oppenheimer, die bondholders, allemaal honderden miljoenen daar. Eerst 550 miljoen, dan geloof ik weer 125 miljoen tegen hoge rentes. Maar het gaat om honderden miljoenen aan leningen, aan schulden die je had staan. Los van andere die je met Europese landen, Paris Club, China, India en natuurlijk de binnenlandse leningen.
van Suriname zelf. Dus dat was uitgangspunt. Op een bepaald moment kon je nergens als land nog geld gaan lenen. En de bondholders zeiden van, luister, we kunnen alleen met jou gaan praten over herschikking van schulden als je bereid bent met IMF in zee te gaan. Want dat zal hun de zekerheid geven dat je een serieuze regering bent, dat je serieus van plan bent je economie te hervormen en weer op rails te krijgen, dat wij als bondholders ook zeker zijn dat we onze gelden een keertje terugbetaald krijgen. Zo hebben we dan die ingang gevonden, eigenlijk een beetje noodgedwongen, hadden geen andere keus om dan naar IMF te gaan. Bij die onderhandeling weet, in het begin heeft de president ook gesproken van fresh capital, dat je geld zou gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt. Ook dat ging moeizaam. Ten eerste omdat IMF ook zei van je mag niet zomaar geld lenen, want als je geld leent zullen die schuldeisers allemaal het geld gaan nemen, op beslag op gaan leggen. Dat is één. Ten tweede, je hebt bijna niks. Wat ga je als tegenprestaties doen? Dus dat heeft ook allemaal heel veel tijd in beslag genomen. Feit is, het is een noodinterventie geweest. Het is niet een keuze geweest zoals tijdens meneer Boutersen. Het is een noodinterventie geweest, mede ingegeven door de grote schulden die we hadden bij Oppenheimer, dat we de weg hebben moeten kiezen voor IMF. Dus je moet die samenleving dit gaan uitleggen. Je moet die samenleving gaan uitleggen dat de keuze voor IMF toen een andere was, een makkelijke keuze was. Deze hier is een beetje uit noodsituatie heb je moeten kiezen vanwege het feit dat één, je economie aan flarden was, twee, je hele hoge schuld had van in de miljarden US dollars, zowel in het land als in het buitenland gezamenlijk, en dat je daartussen ook nog het apparaat nog draaiende moet houden. Al die 50.000, 60.000 ambtenaren moet betalen, alle pensioenen moet betalen enzovoorts. Begrijp je? Dus het is een hele moeilijke uitdaging geweest. En ik mag met enige trots toch zeggen dat de minister van Financiën, de mensen van de Centrale Bank, de president en andere deskundigen, dit allemaal, het heeft wel wat tijd genomen, het heeft wat jaren genomen, maar het heeft dat goed kunnen begeleiden tot een goed eind. En ik denk dat de IMF-missie recent nog hier in het land was, vorige week vrijdag meen ik, ook de Nationale Assemblee heeft een gesprek met ze gehad en de vooruitzichten zien er helder uit. U heeft daarnet aangehaald dus dat met het IMF-programma deze regering eigenlijk moest tonen dat ze serieus zijn, serieuzer dan de anderen. Want het programma is geen keuze geweest. Maar de vertaalslag naar de samenleving is dat bijvoorbeeld die regering die stappen wel onderneemt, maar niet communiceert met het volk. Dus mogen we zeggen dat, of wat zegt u daarover? Want luistert de regering niet naar het volk of luistert ze wel naar het volk? Nee, laat me aangeven dat inderdaad communicatie een zwakte is geweest. Dat hebben we op meerdere momenten ook aan de regering gegeven. En misschien kunnen wij dat verwijt ook krijgen dat we misschien onvoldoende met de samenleving communiceren of niet op behapbaar niveau voor die samenleving, met de samenleving communiceren, dat ze het begrijpen. Je moet dit soort zaken in Timoni een beetje gaan uitleggen aan iedereen, aan mij en Moesha en Mae, gaan uitleggen dat het loslaten van die EBS-tarieven te maken heeft met het gezond maken van het bedrijf. Gezond maken. Want het subsidiëren van EBS betekent dat iedereen subsidie krijgt. Ook die rijke man, die miljonair, krijgt subsidie. En nu zijn we overgestapt van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Nu krijgen personen, mensen krijgen subsidie. Als je arm bent, als je weinig gebruikt, als je het niet kan betalen, dan geeft land die een kleine subsidie. Waardoor er enorm veel geld overblijft voor andere zaken. Dus zo zijn we bezig langzaam aan die zieke, dat ziek systeem dat wij hadden in het land om alles te subsidiëren, om dat langzaamaan gezond te maken. Of het nou SWM is, of EBS is, of gas is, of wat dan ook is, langzaamaan zullen we die subsidie moeten afbouwen naar beheersbare proporties. Anders hou je bijna geen geld over om investeringen te doen in het land voor die samenleving. Je blijft maar hier geven en daar geven en salaris uitbetalen, waardoor er bitter weinig open blijft voor diepte-investeringen, voor ontwikkelingen in het land, etc. Dus dit moet uitgelegd worden aan de samenleving op Timon-niveau en allerlei praatprogramma's en zo. Dat die maatregelen komen niet om u te diepweren. Die maatregelen komen om iets gezond te maken, zodat u het volgende dag beter kan hebben. Al een hele poos merken we, dus uit de geschiedenis van Suriname weten we dat kaders steeds blijven wegtrekken uit het land. En in de afgelopen 3 jaren hebben we dat weer gemerkt, dat een heleboel mensen wegtrekken uit het land. En nu is de situatie in de zorg en ook in het onderwijs een beetje niet wat we willen. Wat doet
u als DNA-lid, als volksvertegenwoordiger eraan om aan de bel te trekken bij de overheid van hé, hey, er moet iets daaraan gedaan worden? Laat me aangeven dat brain drain niet een nieuw fenomeen is. Het heeft altijd bestaan. En elke keer als het moeilijk is in een land, dan zie je dat mensen weg. Dat gebeurt niet alleen in Suriname. Dat is overal in de wereld zo. Mijn voorouders zijn een keertje ook uit India gekomen. Die zijn ook op diezelfde manier om het beter te hebben, elders zijn ze weggetrokken, toch? Dus dat is menselijk, dat is begrijpelijk. Alleen zitten wij in een moeilijke situatie, in een ontwikkelingssituatie waarbij het verschrikkelijk moeilijk is. En dat je eigenlijk iedereen nodig hebt onder die moeilijke omstandigheden om systemen in stand te houden. Gezondheidszorg is erg fragiel. En als opgeleide, kundige mensen wegtrekken, dan ontstaat er een gap. Daar kun je niet iemand van de straat pakken en dan gaan invullen. Dat zijn opgeleide, hoogopgeleide, gekwalificeerde mensen en die vind je niet. Alleen is het jammer dat ze precies daar ook naartoe vertrekken waar we hulp van verwachten. Meestal gaan ze naar de Nederlandse Antillen of Nederland heel vaak. En dat is jammer. En natuurlijk moeten we als land, als overheid, als zorgland zeker alles in het werk stellen om te kijken hoe we dit soort gekwalificeerd kader toch binnenshuis kunnen houden. Het is erg belangrijk om zorg beschikbaar te houden voor de grote samenleving, of het nou gezondheidszorg is of onderwijs is. Ook daar gaan mensen weg. Het is en blijft een uitdaging. En je kunt mensen niet verkwalijken. Ik heb er begrip voor. Alleen zou ik het beter vinden als we gezamenlijk die moeilijke dagen doorheen zouden kunnen bijten. En ja, het blijft een uitdaging. Ik heb geen pasklaar antwoord hoe ik ze hier zou kunnen houden. Maar soms zijn financiële incentives niet voldoende. Soms is een schouderklopje, een kaveltje, wat meer materiële zekerheden inbouwen in het systeem al voldoende om ze toch hier te houden. Ik denk dat een deel ook nog zal terugkomen een keertje naar Suriname, hoor. Want in het buitenland kan je misschien wat meer centen verdienen. Maar het Surinamers zijn Surinamerschap, die warmte die we elkaar geven in het land hier, dat ga je nergens in de wereld krijgen. Dat krijg je alleen in Suriname. Dus daarom weet ik dat velen terug zullen komen als het hier iets beter zal gaan met het land. En we zien nog 2 jaar en dan hebben we de volgende verkiezingen in 2025. Wat moet er volgens u veranderd worden om de samenleving wat meer zekerheid en vertrouwen te geven in deze regering? Doen wat goed is voor het volk, niet wat het volk wil, wat goed is voor het volk. En soms begrijpt het volk niet wat goed is. Ze willen graag wat zij willen en dat is niet altijd het beste. Dus nogmaals, we moeten een x-aantal zekerheden zeker hebben voor de mens. Zaken als gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid. Dat zijn belangrijke dingen die je onder alle omstandigheden moet kunnen waarborgen, moet kunnen garanderen. De regering heeft daar een uitdaging voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk ook in materiële zin moet de zaak gaan veranderen. Ik ben daarom blij dat de koersontwikkeling een beetje is gaan staan. Je ziet dat de koers stabiel is geworden. Dat wil zeggen dat we niet verder verarmen. Ik hoop alleen dat we met collectieve inspanning in staat zijn om de koers omlaag te krijgen. En elke punt dat koers omlaag gaat, wil zeggen dat wij het beter gaan hebben in onze portemonnee. En dat zal ook een uitdaging zijn. Dus als het leven van elke dag, het eten en drinken en dat soort dingen makkelijker wordt voor mensen, doordat je interventies pleegt in de importzijde, in de controlezijde en al dat soort dingen, gelooft u mij, ik denk dat je de samenleving nog wat erin zal krijgen. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat het ontwikkelingsproces in het land niet gestagneerd wordt. En ook al zou dat moeten betekenen dat de zittende regering niet terugkomt, moet je mechanismen achterlaten voor een volgende regering die op hetzelfde pad zal moeten doorgaan. En daarom ben ik blij dat de visie van de president is dat ik niet regeer voor een volgende verkiezing. Ik regeer voor een volgende generatie. Dat wil zeggen dat je stappen moet maken, dingen moet doen die verkiezing overschrijdend moet zijn, die regering overschrijdend moet zijn. En dat moet de policy zijn. Dat moet het bewustzijn bij alle politici zijn, dat ik niet daar zit alleen om een volgende verkiezing te winnen. Ik zit daar om die samenleving te ontwikkelen. Ik zit daar om die samenleving te verheffen. Het blijft een uitdaging, maar gelooft u mij, ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt. Ja, dat is mijn volgende vraag. U heeft aangehaald dat het wat beter gaat in de economie. En we merken ook in de afgelopen dagen dat we enige daling zien in de wisselkoersen. Gelooft u dat de wisselkoersen verder zullen dalen? Laat me zeggen dat het een hele moeilijke vraag is, omdat natuurlijk het is een stukje marktwerking, vraag en aanbod. En hoe meer vraag er zal ontstaan en aanbod is er niet, zal de koers gaan stijgen.
U weet, de president heeft ook aangegeven dat straks alle ambtenaren een ex-bedrag gaan krijgen, vanaf deze maand geloof ik. Ik hoop niet dat de mensen met het geld rennen naar de cambio en dat gaan omwisselen, anders gaat het weer druk leggen op de dollars en de dollars zal omhoog gaan. En we gaan weer het gevoel hebben van Michisa money, maar eigenlijk ben ik niet vooruit gekomen. Doe iets anders met het geld, maar ga geen dollars kopen om die dollarkoers onder druk te zetten. Dus voorzichtig, met enige voorzichtigheid kan ik zeggen, aangezien we qua economie beter aan het presteren zijn, verwacht ik wel dat die koers omlaag zal gaan. En ja, naar aanloop tot 25 mei 2023 heeft u een boodschap naar de gemeenschap? Ja. Drie jaren zijn drie hele moeilijke jaren geweest en ik wil nogmaals mijn dank uitbrengen aan de grote samenleving voor de mate van flexibiliteit die ze hebben getoond om door alle maatregelen heen te komen. Ik vind toen is er wat jugu-jugu, koskosi en al dat soort dingen geweest, dat is een deel van het leven. Maar ik denk dat we als we met z'n allen staan achter de regering en die push kunnen geven dat het de komende twee jaar veel beter zal gaan. Ik heb er vertrouwen in dat het inderdaad beter zal gaan in de komende twee jaar. Ja, graag gedaan. Zo kijkers, met deze woorden van de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Sharman, zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Kijkt u volgende week weer, want dan zijn we terug met een nieuwe aflevering.